Hey, you? Yeah, this is mine. Ah, okay. So, someone put it out. Ja, waarschijnlijk. Een hele goede morgen zonder zorgen. Ik heb fucked up, slecht geslapen, niet te geloven. Deze guys hebben echt super veel lawaai gemaakt. Dikke party daar. En echt wel onrespectvol als je hier komt staan nadat wij hier staan. Terwijl dat wij hier met een baby zitten. En ja, dat was niet leuk. Ik ging dan 's nachts ook naar de wc, want ik was wakker geworden. En uiteindelijk stond die wc vol met dronken. Kids, echt niet te geloven. En nu zouden jullie denken dat ik ook zo ben geweest of bla bla bla. Nee, ik ben echt nooit zo'n loser geweest. En deze kant ook, zo van die verwende Portugezen. Holy shit man, echt kutkinderen kwamen uit die tent. Niet te geloven, die fucking sangria, lig hier nog? Ja, ik ben echt kwaad. Ik ben echt kwaad. En het beste van allemaal is, mijn gsm zou normaal opgeladen moeten zijn. Die is ook niet opgeladen. Onze koelkast is uitgevallen. Onze ijsjes zijn gesmolten. Omdat er een of andere nozelaar over een snoer is gestruikeld. En onze elektriek lag uit. Ik heb de security verwittigd. Ze gaan vanavond ook handhaven. En ik hoop echt dat ze die mensen gewoon buiten kegelen. Aan de ene kant, misschien moeten we ook gewoon verplaatsen. Misschien moeten we gewoon verplaatsen. Daar is party. Daar is party. En ja, kijk, er zijn dan nog allemaal plekjes vrij. Dus misschien moeten we gewoon een ander plekje vinden. Dat zou misschien wel een betere optie zijn. Dus ik denk dat we waarschijnlijk tegen vanavond gaan verplaatsen. Super vet. Daar zijn ook Belgen. Ook met de Berlingo. Allemaal super chille man. Mannen van Ditzele, Antwerpen, van de camping denk ik ook. Echt heel, heel chille man. Lekker rustige kampeerders. Die zijn gewoon al een paar weken op trip. Lekker voor te surfen, tentje, hangmat, alles erop en eraan. Echt chille man. Super chill. Ik ga beginnen met de afwas. Check dit. Het is niet alleen maar de pannen dat moeten worden afgewassen. Het is ook de stoel. En ja, dat moet proper. Want deze dames... Die willen straks ook lekker ontbijten. Dag dames. Hoi, lekker geslapen. Het gekke is, Catalea heeft er helemaal doorgeslapen. Maar sowieso onbewust heeft ze veel lawaai opgevangen. En deze morgen was ze toch minder stookt dan normaal. Dus misschien toch wel, ja, sowieso. Hè. Ze is nu al terug aan het slapen. Ja, oké. Okay. We gaan ze lekker laten slapen en we gaan lekker een ontbijt maken. Eerst de afwas. Let's go! Het is duidelijk, hè? Iemand is mooi en iemand is lelijk. Oké, jullie zien het. Ik heb een heerlijke smoothie wel gemaakt. Dit is de minder mooie versie en dit is de mooie versie. De mooie versie voor mezelf. Heel lief, dankjewel. Heel lief. Het goede nieuws is, het smaakt allebei hetzelfde. Ik ga je zelf meer zeggen. Voor Shirley gaat deze beter smaken, want er zit geen pindakaas op. Ik heb het einde van de smoothie te laat uitgeschept. En ik ben zo lief geweest dat ik dat in haar kon hebben gedaan. En dit is het resultaat. Dus ja, uiteindelijk is het alleen maar om goed te doen. Dus ik heb extra veel. Ja, of je had minder en ik heb het een beetje gelijk gemaakt. Oh, ja. Yes, in ieder geval, wij gaan hier lekker genieten van een acai bowl. Dit is echt de shit. Kijk eens aan. Dit verkopen ze in alle surfbars ook. En wij maken het hier eventjes zelf. Normaal maak ik altijd smoothie bowls met blauwe bessen. Maar die hebben we niet gekocht. En we hadden wel acai, dus ja. We hadden eigenlijk acai sorbet, maar dat is eigenlijk ook gewoon puur acai in een ijsje. Maar door die Mongols is het uiteindelijk slap geworden en heb ik het hier maar in moeten draaien. Het goede nieuws is wel, onze frigo werkt nog goed. Maar het stopcontact was rond 3 uur 's nachts of zo gewoon uitgetrokken. Door een of andere nozelaar dat daarover gestruikeld is. Holy shit. Wij gaan ons sowieso vandaag verplaatsen. Ik kan die mannen niet meer zien. Als ik hen zie, heb ik gewoon maar één... Maar in één ding zijn. En dat is gewoon die mannen een paar koeken geven. Maar dat gaan we sowieso niet doen.
We blijven ons verstand gebruiken, wij weten beter en wij gaan ons verplaatsen. Ik heb hem er daarnet ook onder de voeten gegeven. Het enige wat ze konden zeggen was sorry, maar er komen straks nog nieuwe vrienden en waarschijnlijk gaat het vanavond nog luider zijn. Dus ja, wat een douchebags. En die zijn hier gisteravond toegekomen. Die konden eigenlijk gewoon even goed een paar meter opzij verplaatsen. Zijn ze niet van plan. Dus ja, wij gaan het maar doen. Wij gaan gewoon daar ergens een nice spotje uitkiezen. Of misschien met zicht op zee. Er zijn ook spotjes met zicht op zee. Dat is ook wel heel leuk, ja. Dat is ook heel leuk. Die zijn wel iets meer in de zon. Daar liggen ook niet van die dennenalten. Dus dat is ook misschien een voordeel. We zullen het wel zien. Wij gaan alleszins lekker genieten van deze bowl. En straks gaan we ook nog een reel filmen voor Proximus. Dus dat komt er ook nog aan. Ik moest nog een reel maken en... Het was geen makkelijke opdracht, maar we gaan er wel het beste van maken. Let's go! Yo. Het is vandaag een beetje een mindere dag voor Catalina, want ze heeft buikpijn. Gisteren is ze niet naar de grote wc moeten gaan. Daarnet wel en het deed een beetje pijn, dus ja, ze heeft misschien een beetje te veel framboosjes gegeten. Ze heeft laatst ook voor de eerste keer quinoa gegeten, dus misschien moest ze daar een beetje harder verteren en moest ze er nog een beetje aan wennen. Maar nu is het al veel beter, dus ja, laten we hopen dat ze straks terug die vrolijke meid is. Het is echt voor de eerste keer dat ze gelijk eventjes niet meer kon lachen. De eerste keer ooit. Normaal lacht ze altijd na een minuut. Maar ik hoor nu al dat het beter gaat. We hebben wel ander goed nieuws. We hebben de coördinaten doorgekregen van het lapje grond dat Shirley had gecheckt. En we gaan er nu naartoe. Het is niet in Ericeira, jammer genoeg. Want de lapjes grond dat we eerst aanstonden, die zijn echt 300.000 à 400.000 euro waard. Helaas, pindakaas legt dit buiten ons budget. En gaan we een beetje meer buiten Ericeira moeten kijken. Wat dat ook nice is. Dus we gaan een keer gaan checken. Als we kunnen kiezen tussen Caparica of Ericeira, dan kiezen we toch wel voor Ericeira. Dat heeft hier veel meer charme. De mensen zijn net iets meer stoked. Het is gewoon veel mooier. Het is hier niet allemaal zandstrand, maar er zijn uiteindelijk wel een paar zandstranden. Dus we hebben gewoon alles dat we willen en waar dat we van dromen. Dat hebben we hier in één stadje. En het is ook gewoon zo mooi. Oei. Ik hoor een boze baby. Yep. Okay. Obrigado. Ciao. Dat is hetgeen dat ze zeggen. Obrigado. Ja. Dan moet je geen rekening houden met obrigado of obrigada. Ja. Obrigado. Ciao, ciao, amigo. We zijn gearriveerd op het stukje land. En kijk eens aan, hier staat er een paal. Dus waarschijnlijk stopt het hier. Kijk eens aan. Dit is niet mis. Er staat hier wel heel veel bamboe, maar dat is blijkbaar op elk lapje grond. Ja. Dat je hier wil komen. Dus daar zitten we al lang niet mee in. Het moet hier ook een beetje vlak getrokken worden. Er is hier redelijk wat werk. Maar ja, als je hier ooit iets wil bouwen, is er sowieso heel veel werk. Dus daar moeten we wel een beetje doorkijken. Kijk eens aan, er staan hier ook al een paar bomen. Wat dat ook wel nice is, om een schaduwplek te creëren. Het zijn wel van die fucking dennenboom. Dit is alles dus een dennenboom en die camping ligt vol met dennen al. Ik kom er eigenlijk een beetje gek van. Ik kom ze overal tegen. Maar ja, het is wat het is. Wie weet kunnen we hem nog kappen. Alhoewel, het is al een mooie dennenboom. En dennenappels zijn goed om een vuur aan te steken.
Dus als je hier dan ooit een vuurtje wilt of zo, of een barbecue of wat dan ook, dennenappels zijn een van de beste dingen om een vuur mee aan te steken. Hoppa. We gaan hier niet langer dan een minuut blijven. Van Cataleya, die zit nog in de auto. En we kunnen haar niet lang achterlaten. Kijk eens aan, mensen. Als dit geen plaatje is, dan weet ik het ook niet meer. Dit is toch wel een plaatje. Oh, oh shit. Het zit ongeveer 10% boven ons budget. Wat dan wel een nadeel is. Maar ja, we gaan kijken wat dat we kunnen doen. Ik hoop echt dat dit het gaat worden. Want de locatie is insane. We zitten hier op een paar honderd meter van het strand. Dat is echt dik. Shelly is daar lekker aan het verkennen. Het uitzicht is ook wel redelijk nice. Het is een beetje in een dal. Maar op en top. Kijk eens aan. Overal plantjes, een beetje groen. Nice, nice, nice. Ik ga terug naar Cataleya. Hoppa. Oké, ik heb het eventjes verder uitgezocht. En ik sta hier nu in het midden van de jungle. En dit is een tweede grenspaal. Dus dit is sowieso de grenspaal voor de lengte. En dat is echt wel nice dat ik dat hier in die bosjes heb ontdekt. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Die dorens, die zijn hier veel te sketchy. Oké, opletten. Nice. Dat was dus de grenspaal voor de lengte. Ah, shit. Ik heb hier content in de dorens. Ik heb mijn schoenen mee. En toch ben ik te lui om ze aan te doen. En check, dit is de grenspaal voor de breedte. Ik dacht dat deze voor de lengte was. Maar het is voor de breedte. Daar staat er nog een paal. Yes. Wij dachten eventjes dat dit een paal was in het algemeen. Maar dat is het dus niet. Het loopt echt wel nog een stuk verder door. Dus dit is de breedte. En het voordeel is dat deze boom dan wel in ons zicht staat. Maar niet op ons domein. En ik was eigenlijk al niet zo'n grote fan van die dennenbomen. Dus we kunnen genieten van de schaduw. En we hebben geen naalden op ons domein. Misschien wel een beetje, maar waarschijnlijk gaat ze wel zo vallen. Maar dat is op zich nog maar het minste. Dit is tot nu toe het beste land dat we hebben bezocht. En de kans is wel groot dat we dit gaan nemen. Het loopt echt nog ver door. Even ver als dat andere huis, wat ook gewoon logisch is. Alle huizen die liepen hier ongeveer even ver door. Dus het was ook wel logisch dat er daar ook nog een paal stond. Damn. Hoppa. Kijk eens aan. Wat een plaatje. Wat een plaatje. En wat denk je? Ik voel het wel. Je voelt het wel? Ja. Ja, ik voel hem ook helemaal. Ik voel hem helemaal. Joe! We gaan eventjes alles laten bezinken. Hier de buurt nog een beetje verkennen. En wie weet, kopen we het. Dat zou echt wel dik zijn. Let's go. Yes, wij zijn hier op een super vette locatie beland. Kijk eens aan. Hoe vet is dit niet? We hebben net door heel Ericeira zitten cruisen voor de allervetste spot om een hele vette ad te filmen voor Proximus. En een betere spot konden we niet vinden. Zeker in België heb je zo'n vette locaties gewoon niet. We zijn hier aan de Surfboard Shop. Home of Mika Surfboards. Dus sowieso een shout-out naar deze guy om deze locatie te gebruiken. Ik had eigenlijk veel beter mijn surfboard hier binnen gedaan op reparatie. Ja, in de plaats van een Caparica. Maar goed, de legend in Caparica was ook nice. Maar ja, uiteindelijk komt het allemaal wel goed. Maar het nadeel is dat we morgen 15 minuten in de auto moeten zitten om dat surfboard te gaan halen. It is what it is. We gaan dat natuurlijk combineren met een dagje Lissabon. En waarschijnlijk ook nog een keer de golven pakken op mijn Wavesub in Caparica, dus dat komt allemaal wel goed. Thanks aan Shelly voor te filmen. Super vet. Cataleya ligt lekker te slapen en het raam staat open. En wij controleren om de 2 minuten als ze wakker is of niet. En momenteel ligt ze ook nog altijd te slapen. Ik ga heel de tijd heen en weer om te checken. Niet dat jullie denken dat we ze daar zomaar random achterlaten in de auto. Woe! Yes, ik denk dat we er zijn. Hebben we nog een shot nodig? Ik denk het niet, hè? Ik denk het niet, nee. Ik denk het ook niet. Let's go! Joe! We zijn hier nog eventjes gestopt aan zo'n truck dat eigenlijk een bakker is. En wat hebben wij gekocht? Eventjes
Een beetje lekker, nee. Ik dacht dat dit niet te vettig ging zijn, maar dit ziet er vetter uit. Dit zijn pastel de nata's. Echte van een bakker, dus die gaan we een keer proeven. We hebben gisteren die van de Lidl geproefd. En vandaag proeven we de echte van de bakker. Die van de bakker zijn 50 cent en deze zijn 90 cent. En dit is een boule de Berlin. Iedereen kent het waarschijnlijk wel, de boule de Berlin's. Maar dan eentje van Portugal. Dus laten we dit proberen. Shirley kan ik niet filmen, want die is Catalea aan het voeren. Taste test. De suiker is alleszins anders. Oei, oei. Oei, oei. Ja, die is goed. Ik ben wel meer van de bloemsuiker, maar lekker. Heel goede crème. Ja. Wow, ja, het ziet er niet goed uit. Het ziet er echt raar uit. Maar het smaakt exact gelijk die Belgische. Zoveel suiker. Het valt er helemaal van af. Yes. Het was de keer de laatste shot dat we hebben genomen. Kijk eens aan. Dit is de laatste shot voor de ad dat wij hebben genomen. En ik wil even zeker, we hebben toch wel redelijk wat werk eraan gehad. We hebben echt dagen er zitten over denken en uiteindelijk een goede spot uit te kozen en het gewoon allemaal gefixt. Ook mede mogelijk door Shirley. Dankjewel. Geen probleem. Catalea is lekker. Aan het slapen. Dus we moeten heel stil zijn. Maar ik wil toch nog eventjes deze locatie aan jullie tonen. Want het is zo episch. Het is hier zo mooi. Echt niet te geloven. Om de kilometer heb je hier zo'n soort strand. Check deze shit. Dit is toch wel veel te mooi. De zee is daar lekker aan het knallen. Er is daar ook bijna niemand hier op het strand. Er staan er maar een paar auto's. En er zijn er maar een paar mensen. Dus dit zijn misschien wel de spots waar je naartoe wil komen, niet te toeristisch. Het is ook een nice bankje. Daar heb ik de zogezegde livestream gedaan. En kijk eens aan. Wat een dikke locatie. Holy moly. Dit is toch alleen maar mooi. Dit is toch volle bak genieten. Daar hebben ze ook van die netten. Zodat er geen steenlawines ontstaan. Want anders blijven er stenen rollen en dan komen die daar terecht. Dit is toch echt veel te mooi. Check dit. Check deze shit, mensen. Wow. Check deze shit. Als dit niet nice is, dan weet ik het ook niet. Die grond komt hier gewoon mee. Damn. Wat een dikke locatie. Hoppakee, er is hier redelijk veel wind. Maar het is lekker warm. En dat zeewindje hier vind ik persoonlijk het grootste voordeel. Want het is hier niet eens te warm. En in het zuiden is het vaak te warm. Maar hier niet. Heerlijk. Joe. Mijn pet is gestolen. Wow. En we hebben een nieuwe spot. Met de zonsondergang. Hoe fantastisch is dit? Jullie kunnen het net niet zien, maar als ik naar hier ga. Boom. Damn. Wat een locatie. Veel beter. En we hebben hier echt ons eigen privé stukje met trapje. Hier komt echt niemand nog tussen staan als wij onze tafels hier zetten en alles een beetje fixen. Echt een goede rail. Damn. Deze huisjes zijn trouwens ook echt nice. Dat zou bijvoorbeeld een huisje zijn dat wij zouden kunnen zetten op dat lapje grond. Om te beginnen. Hè? Zo voorlopig. Ja. Dat is iets dat niet echt veel wetgeving nodig heeft. En als we dan later nog iets willen bouwen, kunnen we dat altijd nog doen. Maar zoiets zou echt al een nice tussenoplossing zijn. Dit is sowieso nicer dan dit.
Nee, het is wel een stuk groter, hè? Ja, ja. Welke kiest Catalea? Welke kies jij? 1 of 2? Wat betekent dat? Geen idee. In ieder geval, wij zijn al blij dat Catalea een beetje blij is, want vandaag was haar dagje niet. Het was haar dagje niet. We gaan waarschijnlijk ook vogels spotten, want hier is er iets voor de vogels, of is dat voor de muggen weg te houden? Ja, dan ga je iets voor de vogels zijn, maar het eten is op, denk ik. Ja, dat denk ik ook, ja. Het eten is op. Normaal zouden we hier eten moeten zijn. En daar zijn er ook mensen, maar die hebben we nog niet gezien. Onze hangmat kan hier eigenlijk ook hangen. Oh, ja. We hebben die mee, hè? Ja, ja, ja. Oh, leuk. Ja, die gaan we straks ook ophangen. Het wordt hier gezellig, man. Check de zonsondergang. Lekker aan het viben. Deze dude is ook super vriendelijk. Dat is een dude dat hier woont en die doet ook Uber, maar dan niet Uber Eats, maar Uber Taxi. En die brengt mensen rond met zijn auto. Echt legendarisch. Deze huisjes zijn trouwens ook nice. Deze, nice kleur. Maar ik verkies toch wel deze. Die zijn echt super mooi. Yes, in ieder geval, wij gaan hier ons installeren en beginnen koken. En genieten van deze avond zonder partykinderen. Niet te geloven, man. Het ging niet goed komen. Het is goed dat we weg zijn. Het ging echt niet goed komen. Dit ging verkeerd aflopen. Dus we hebben de benen gepakt. Wij zijn de winnaar op het einde van het verhaal. Joepie! Joe! Kijk eens aan. Ik heb lekker eten gemaakt. Jullie zien het. Dit is een heldbol. En Shirley heeft er ook eentje. Dit is trouwens vis, makreel. En voor de rest zitten er alleen maar groenten in en bruine basmati rijst. Catalea eet vandaag komkommer zonder schil, want ze moet een beetje letten op haar maag. Vandaag was niet zo best, dus dit bevat bijna alleen maar water. En ze wil natuurlijk ook iets eten, dus dit is het ideale voor vanavond. We hebben hier gezellige lichtjes ophangen. Waarschijnlijk gaan we een van de dagen ook de tent openklappen en de lichtjes dan binnenin aansteken. Dat gaat echt wel gezellig worden. Hoppakee, het is weer avond. Super chill. Dit busje hier zijn trouwens ook Belgen, dus misschien gaan we morgen een keer kennis maken. En voor de rest gaan we hier lekker genieten. Dit is trouwens telepizza. Ik wist niet dat dat hier was. Wist jij dat hier? Er is hier gewoon op de camping een telepizza. Echt insane. Ik wist er niks van en we zitten hier echt al eventjes. Maar dit is veel beter dan pizza en ook goedkoper, gezonder. Allemaal een win-win. Wij gaan lekker genieten. Eet smakelijk als jullie ook iets genieten of aan het eten zijn. Catalea is lekker aan het slapen. En wij gaan hier nog eventjes Netflix kijken. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Shirley is me aan het uitleggen. Omdat ik een paar dagen afgesloten met mijn camera ingezoomd op mijn gezicht. Maar normaal staat hij